Oké, nou Emma, ga maar naar boven. Je moet gaan douchen en slapen. Nou, even kijken. Ik kan het toch zo doen? Nee, nu, kom op, Emma. Ja. Oh, hallo, hallo, is iemand thuis? Oh, ik doe de deur al open. Wie is dat nou? Emma. Oh, wat een mooi huis hebben jullie. Ik kom hier wat vragen. Ik ben een nieuwe buurvrouw. Nieuwe buurvrouw? Oké. Zo, nou laat ik hier maar zitten. Oh, oké. Zo, nou laten we allemaal gaan zitten. Ik wil iets vragen over het huis. Oh, ze hebben echt een heel mooi huis hier. Oh, dat moet je aan mijn moeder vragen. Ik heb geen idee. Oh ja, nou wauw, dat zou ik ook niet zeker denken. Ze is ook heel jong. Een huis is zo groot, ze moeten vast heel veel geld hebben. Dit huis ziet er helemaal niet zo uit als dit van mij. Oh ja, nou, het huis is inderdaad mooi, maar ik wil uw huis ook wel graag zien hoor. Oh ja, nou, je mag wel langskomen hoor. Nou ja, ja, is goed. Ik wil wel naar je huis gaan hoor. Moet ik even aan mijn moeder vragen. Wat is er beneden allemaal aan de hand met Emma? Zo, nou, ja, ik kom wel mee. Wat gebeurt hier nou allemaal? Wie is deze vrouw? Oh, aangenaam. Ik ben een nieuwe buurvrouw. Oh ja, nou, dank u wel. Ik ben ook de andere buurvrouw. Hanna Vogel. Ja, nou ja, inderdaad. Het is echt hartstikke leuk, toch jongens? Oh, ik moet even moeder erbij roepen. Dat kan ze nu ook moeten. En wat is hier nou aan de hand? Oh, hallo. Wie bent u? Nou, ze is dus de... Ik ben de nieuwe buurvrouw. Oh, wauw. Ja, inderdaad. Ik wil uw huis ook wel zo graag zien, hoor. Ja, inderdaad. Nou, ja, ze mogen wel gaan kijken, hoor. Ik wil ook wel gaan kijken. Oh, nou, even kijken. Zullen we dan samen gaan? Oh, ja, nou ja, kom maar mee. Dan kan ik jullie alles laten zien. Zo, nou, even kijken. Oh ja, inderdaad. Nou, laten we samen gaan dan. Oh ja, nou ja. Mijn kinderen kunnen zo wel langskomen hoor. Ik zou wel wat met u willen drinken. Nou ja, als jullie het niet willen, dan hoeft het niet hoor. Ik ga even alles opruimen, dan kunnen jullie wel gelijk komen. Oh, wauw, nou jongens. Ik weet niet zeker of ik jullie daar wel heen wil laten gaan. Ik ken haar pas net. Ja, nou, ja, mam, ik wil wel gaan. Zo, nou, laten we dan... jullie kunnen samen gaan, maar pas wel op alsjeblieft. Ja, inderdaad. Nou, ga maar dan lekker in de gang, jongens. Maar bel me wel even. Oké, dan laten we samen gaan. Ja, nou ja, inderdaad. Laten we gaan. Of je kan met een van je vriendinnetjes gaan. Ja, inderdaad. Dan ja, laten we gaan. Wat als het huis heel mooi is of zo? Echt een babyborn huis.
Zo, nou, laat ik even naar binnen gaan. Zo, nou, laat ik even kijken. Dat is hier zoals een ballenbak. Zo, nou, laat hierin gaan. Zo, nou, ik kan hier ook in lekker in spelen, toch? Zo, laat ik even kijken. Zo, laat even gaan. Zo, laten we zo verder gaan. Zo, laten we gaan. Oké, kom, laten we naar boven gaan. Ja, laten we zo gaan. Zo, nou, inderdaad. Zo, kunnen we verder gaan? Kom. Zo, kom op nou. Zo, kijk eens wat een mooi bad. Zo, nou laten we kijken. Zo, kijk eens. Oh, wauw, dit is echt een heel mooi speelparadijs. Zo. Oh, wauw, kijk, het is echt super mooi, of niet? Nou, even kijken. Zo, laten we even kijken. Zo, zullen we daar naartoe gaan? Oh, kijk eens, dat is de gigantische babyborn. Zo, wauw, laten we naar beneden gaan. Oh, nou, laten we kijken. Zo, nou, laten we kijken. Wat kunnen we allemaal doen? Oh ja, nou, laten we maar gaan spelen met de babyborn. Ja, ik kan niet geloven dat ze zo'n grote babyborn in haar huis heeft. Oh, wauw, het is nog een grote babyborn. Zo, nou, even kijken. Jongens, is alles oké? Oh ja, mam. Nou, Emma had heel veel verbeelding. Verbeelding? Wat is er allemaal gebeurd? Waar heb je dit over? Ja, ik was altijd in een heel mooi babyborn. Oh, wauw. Nou, ze heeft inderdaad heel veel verbeelding.